Het enige is dat wij alleen geen geld hebben. Yeah. We komen net van het circus vandaan. We hebben een olifant geregeld. Kijk naar Kanktivier, mijn naam is Rami. Ik ben Suus en wij zijn ook Fresh Jacks. Suus, ken je dat gevoel dat de zon gaat schijnen en dat je super veel zin hebt in een festival? Ja, lekker dansen in het zand en genieten van de muziek. Super fijn. Nou, dat gaan we vandaag dus doen. We gaan testen wie het meest festival-proof is, maar dat doen we natuurlijk niet alleen. We krijgen namelijk de hulp van twee jongens. Je kan ze kennen van verschillende kanalen zoals Tien, Strikgeheimen, Spreekbeurt, Filmfabriek en natuurlijk 24 uur zonder geld. Yo, 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 yo. Wij zijn bonkers. En deze keer overleven wij voor 24 uur in... Hengelo! Gooi! Hilver! Oeteldoor! Scheveningen! Raad! Texel! Groningen! Wie hebben we dan? Bakken! Yeah! 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 Wow! Wow! Wat een eer dat wij hier aanwezig mogen zijn, dames. Nee, maar hoe doen jullie dat dan, 24 uur zonder geld? Ja, gewoon hosselen. Wij regelen dingen. Hosselen, regelen dingen. Ja, ja, precies. Nee, we komen van de straat alle twee, dus weet je, dan ga je dingen regelen. You know how you do sommige mensen komen van hun moeder, maar wij komen van de straat. Yo, wait up. From the street. Oké, nou ja, wij gaan het vandaag ook doen, maar we doen het niet met z'n viertjes. Nee. We gaan nog twee mensen ophalen. En de eerste daarvan is Yannick. Hij is 18 jaar oud, woont in Katwijk aan Zee. Hij houdt van voetbal en is enorm fan van bonkers. Ja, en de tweede is Marjolein. Marjolein is 18 jaar, woont in Huizen, heeft nu een tussenjaar. Ze werkt in de horeca en houdt heel erg van festivals. Vet! Maar nu eerst Spinnenbattle! Degene op wie de battle komt, die gaat naar Marjolein. Spin de battle. Ja! Doei, Suus! Ik ga naar Marjolein! Doei! En welkom in de haven van Huizen. What? Ik ga vandaag Marjolein verrassen. Zij is een echte festivalganger. Ze is vandaag aan het werk hier achter. Maar ik heb natuurlijk geregeld dat ze vandaag vrij is. En dat ze een hele leuke dag met ons kan hebben. Dus ik ga haar nu verrassen. En kom maar met me mee. Ik ga hier Yannick verrassen. Ik heb hem hier naartoe gelokt met een smoesje. Zijn zus zit in het complot. En hij denkt dat hij vandaag moet werken. Maar dat is niet zo. Hij is natuurlijk groot fan van bonkers vanuit het outfitje. En als het goed is, is hij beneden in de garage. Dus let's go. Laten we hem zoeken. Ik weet dus ook nog niet waar ze is, maar ze werkt hier dus. Hallo. Ben jij Marjolein? Ja. Hoi, Romy. Hi, Marjolein. Hoi. Ik ben een kookfrischik en ik heb gehoord dat jij heel erg van festivals houdt. Ja, klopt. Klopt dat? Ja. Nou, ik wil vragen of je vandaag met me meegaat. En we gaan iets heel leuks doen in de trant van een festival. Ik heb geregeld dat je vrij bent. Wil je dat? Ja, sure. Ja? Oké, let's go. Kom maar mee. We gaan een superleuke dag hebben. Oké. Maar je denkt natuurlijk, wat ga ik doen vandaag? Ja, nogal. Oké, nou, dat blijft een geheim. Dus we gaan in de auto zitten en het enige wat je kan zeggen is dat we best wel lang moeten rijden. Oké, chill. Spannend! Mag ik hem iets vragen dan? Ja hoor. Wat ga jij vandaag doen? Nee, niet. Nou, ik ben Suzanne van de Coop Fresh Chicks. En je gaat gewoon wel iets doen. Je gaat namelijk met mij mee, als je dat leuk vindt. Ja hoor. Ja? Stap uit je auto, kom mee. Oh, spannend! Misschien kan je al een beetje raden wat er genoeg hebt. Ja, van bonkers zijn. Is van bonkers? Ja. Heb je zin om mee te gaan? Ja. Ja? Kom gewoon gezellig mee. We laten je zus hier lekker achter. Ja, daar, maar daar. Wat zou je eigenlijk voor doen vandaag? Ik zou eigenlijk gaan werken. Man. Gaan werken. Nou, dat gaat lekker niet gebeuren. Hey! Yeah! Maar wat gaan we doen? Splitsen in twee teams, hashtag team Romy. Hashtag team Suus. Team Suus. Oh yeah, we hebben enveloppen meegekregen en daar staan spullen in die we moeten fixen zonder geld. Ja, en ons eindpunt, dat is het Zand van Eersel, want daar gaat binnenkort een heel vet festival plaatsvinden, namelijk We Are Electric van 16 tot 18 juni. Helemaal te gek. En hoe gaan we dat doen? In elektrische auto! Oké, we gaan even op openmaken. Wat moeten we halen? De paklijst. Paklijst 1. Slingers, ballonnen, barbecue, bordenbestek en een partytent.
klinkt wel als een soort van makkelijke opdracht. Ja, maar toch? Ook wel klinkt het als een lekker festivaletje. Een lekker festivaletje. Goed, alles pizza. De barbecue en de parktent maakt me wel een beetje zorgen om. Ja, die zijn best wel groot. Goed, nou laten we eventjes gaan kijken. Ja. Naar Tilburg? Tilburg rijden. Ja. Yes. Oké. Oké, het belangrijkste is dat we even taken verdelen. Ja. Want we moeten best wel een ritje maken en ik heb geen idee waar we allemaal langskomen. Dus, Suus? Ja. Jij moet even kijken wat we allemaal nodig hebben. Een tent. Luchtbed. Slaapzak. Oké. Klapstoeltje en een tafel. En een partytent. Oh shit. Oké. Ik denk dat we even het centrum ingaan. Dat is ja, misschien precies. Best. Oké, we zitten in de auto naar Tilburg. Vind je het een beetje leuk? Sure. Zeker weten. Hou je zelf van verrassingen? Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar hoe kom je zelf altijd aan je festival spelen? Meenemen. Je heeft ze gewoon, die festival spelen. Maar hoe gaan we dit fixen? We gaan gewoon naar Tilburg. Bietsen. En dan gaan we gewoon bietsen. Hey jongens, een bouwmarkt. Bouwmarkt. Op zich kunnen we daar wel een tent of zo vinden. Hier valt wel genoeg te halen, lijkt mij. Zullen we even de Hornbach checken? Ja. Ik zie iemand die hier werkt. Wij gaan straks een festival opzetten. Ja. En nu is dus het ding, wij moeten allemaal gratis spullen regelen om dat festival zeg maar tot een mooi eind te brengen. Zullen we eens gaan kijken dan, toch? Ja? Hier een uitzondering maken. Ja? Ja? Hey, chill. High five. Dankjewel. Nice. Nou, vooruit dan. Dankjewel voor het kijken. Ja. Oh, die is leuk. En deze mogen we hebben? Die geven we als eerste. Het is een partytent, wit, 3x3. Oh, dat is ook dankjewel. Zo. Hey, dit is echt een gegeven. Ja, we maken dan een echt leuk. Meneer, je bent echt zo lief. Namens High Five. Oh yeah. Zo lekker. Kom op. Oh yeah. Yeah. Oké, jongens, we moeten we're door. Oké, next. Ja, laten we naar deze bouwmarkt gaan. Hier heb ik eigenlijk. Mag ik jullie wat vragen? We zijn vandaag op pad gestuurd. En nu is het alleen wel zo dat wij afhankelijk zijn van de gastvrijheid van Breda. Nou, zouden we misschien die party dan mee mogen nemen? Ja? Oké, dat zou heel fijn zijn. Ja. Kom inladen. 160 euro dan. 160 euro, free. Ja, ik ben wel heel benieuwd inderdaad hoe het bij Timo gaat nu. We zijn in de woonwijk. We zijn in de woonwijk, inderdaad. Wat hebben we nodig? Slingers en ballonnen. Ik denk dat we gewoon bij random huizen moeten aanbellen. Slingers, ballonnen, muziek, boksen. Ja. Maar ik dacht, we nemen gewoon die auto mee. We nemen gewoon die auto mee, die rijden we het terrein op. Ja. En dan hebben we gewoon goede speakers. Dan hebben we boksen. En we hebben muziek. Ja. Laten we gewoon aanbellen. Oké, we gaan iedereen aanbellen. Oké, gaan we iedereen aanbellen? Deze kant. Zo kut. Heeft u iets in huis? Ballonnetjes of slingers dat we misschien mogen hebben? Ik ga kijken. Ja? Dankjewel. Oh. Yay! Een soort van slingers. Top, dankjewel. Heel erg bedankt. Kunnen we in ieder geval meisjes versieren? Yay! Super, dankjewel. Dag. Hey, hoppakee. Slingers, we hebben slingers. Dankjewel. Dikke Beam, is dit bestek of is dit bestek? Ja? Yeah, ballonnen! Dankjewel. Mega bedankt. Nog een paar dingen die op de lijst stonden waren, wat was het? Tafels? Een tafel, een klapstoeltje en? Een luchtbed en een slaapzak. Oké, nou hier in de buurt zit een gebeuren waar we dat eventueel zouden kunnen halen. Ja. Let's go. Die heeft het goed voor elkaar hoor. Ja, prima. Ja, heerlijk. Nu moeten wij nog even wat dingen voor elkaar zien te krijgen. Mooi bruggetje was dat. Dat is mooi. Ja, wij zijn nog op zoek naar een tafeltje. En een klapstoel. En een klapstoel. En een slaapzak. Een slaapzak. Maar als zouden we ons met een stoeltje of een tafel kunnen helpen, zou dat helemaal fantastisch zijn. Nou ja, die hebben we wel. Ja? Het enige is dat wij alleen geen geld hebben. Ja. Nee, we zullen even kijken. Even kijken. Nice. Ja, dat zou helemaal top zijn. Hé jongens, schiet eens op. Ik heb een stoeltje. Wat heb je? Maat. Jij hebt... Stoelie. Helemaal bedankt. Nogmaals, high five, bedankt. Dit is echt top. Gruwelijk. Jij bent fan van Bonkers, toch? Ja, ik ben alles wel lachlastig. En wie vind je leukste alle drie? Ja, dit is een makkie. Ik denk Jasper of zo. Jasper! Ja, dat was stom man. Het is een verkeerde team, man. Ja. Helaas, heb je toch met mij te delen. Nou.
Hallo? 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 Hé, hey, ander team. Team Romy, hallo. Hoe is het leven? Ja, oh, lekker. Wij gaan zo goed. Wij gaan goed, jongen. Waar zitten jullie? We komen net van het circus vandaan. We hebben een olifant geregeld. Ja, heel chill. Nee, serieus? Ja, een olifant en twee kamelen. Heel vet. Ja, vet hè? Ja. Ja. En nu het echte verhaal. Het gaat super goed. En bij jullie? Ja, wij mogen eigenlijk ook niet klagen. Wij moeten voor onder andere aankleding zorgen. Wij hebben een fucking dikke partytent. Nou, weet je wat chill. Wel? Als jij er gewoon voor zorgt dat je zelf aangekleed blijft, dan blijft het voor ons allemaal leuk. Jongens, ik denk dat we in de eerste alsnog best wel gescoord hebben met dit en dit. Laten we naar het strand toe gaan. Ja. Suus. Suus, waar staan wij? We zijn op het strand van Eershol. En wat gaat daar gebeuren? Het festival We Are Electric. Very nice. En mocht jij nog geen tickets hebben voor dit festival, ga dan naar de website. Linkje daarvan vind je in de videobeschrijving, want dan kan je nog tickets kopen. Doen. Zeker. En gaan wij even verder hier bouwen? Ja, zullen we die tent even opzetten? Ja. Oké. Team Suus for the win! En voor de laatste keer sta je bij. Hoe is het? Nou, niet doen maar. Hey! Ze doen het niet. Kom maar! Hey! Hey, hoe is jouw dag? Ja, ging wel lekker. En met jou? Ja, ook heel goed. Kijk maar! Wow! Mooi festival! Oh, kijk jongens! Het is net echt. Yes, wat heb jij allemaal gefixt? Nou, ik heb deze stoel gefixt, tafeltje gefixt. We hebben de tent gefixt. En niet te vergeten onze leuke zwembad. Heel vet. Wij hebben een party tent. Ja, jullie hebben deze party tent veel beter. Die van ons was echt helemaal ruk die we hebben. Oh nee. En een barbecue. Maar vertel even over de gekke actie die we hebben. Ja, als jullie dus raden hoeveel spullen wij in totaal hebben gefixt, dan maak je dus kans op tickets voor We Are Electric. Dus reageer dat even in de comments. Awesome. Ik mis iets, jongens. Ik ook. Muziek! Heel erg bedankt voor het kijken van deze video. Vond je hem nou ook zo leuk? Doe even een duimpje omhoog en laat in de reacties dus weten hoeveel spullen wij hebben gefixt. Vergeet je niet te abonneren. Wil je de vorige video zien van Coolbox? Klik dan hier. En de vorige video van Frisdrukt? Klik dan hier. Heel erg bedankt. Wij gaan even party maken en misschien tot op We Are Electric!